Ik had eigenlijk zin in knoflookbrood en dat had ik niet, maar ik heb wel deze twee stokbroodjes. En toen dacht ik, dan ga ik het zelf maken. En hoe leuk is dat? Want eigenlijk is het super simpel. Je hebt ervoor nodig 3 of 4 teentjes knoflook, 25 of 50 gram boter. Het hangt er vanaf hoeveel stokbroodjes je gaat maken. Beetje peterselie, beetje peper, beetje zout, klein beetje parmezaanse kaas voor de smaak. Je zet je oven op 200 of 220 graden. En dan ga je je broodje dus insnijden, niet helemaal door, maar echt zo een beetje net dat hij nog aan elkaar vast zit. Daar ga je je prutje met knoflook en kruiden tussen smeren en dan heb je straks binnen 10 minuten een lekker kruidenstokbroodje.